De dreiging van een vuile bom, de geheime werkzaamheden van de Russen bij de kerncentrale in Zaporizhia en de Oekraïense troepen die nog altijd gestaag aan hun opmars bezig zijn. De oorlog in Oekraïne is inmiddels 8 maanden bezig en de laatste ontwikkelingen bespreek ik met Marten Kruijf, voormalig generaal der landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, er wordt steeds meer gesproken over dat het offensief afzwakt. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat zie ik niet zo. We weten wel dat in het noorden er weinig treinmis nog wordt geboekt, maar dat hoeft toch niet. Daar zitten ze bijna tegen de Russische grens aan. En in het zuiden, in Gerson, is toch sprake van een ander offensief dan in het noorden, omdat het terrein rond Gerson eigenlijk in het voordeel is van de verdediger. Veel rivieren, veel waterlopen, veel oorden. En je ziet dat daar Oekraïners heel systematisch, met een veel langzamer tempo, weer heel systematisch trein proberen te winnen. Dus het is een soort ander gevecht als dat we in het noorden zien. Hebben de Oekraïners genoeg wapens en ander materieel wat u betreft? Nee, maar dat geldt voor beide zijden, denk ik. Het materieel dat ze hebben slijt natuurlijk enorm, maar vooral de voorraden die ze hebben aan munitie, dus de granaten die ze nodig hebben aan beide kanten, beperkt dat erg de operaties en het tempo van de operaties. Wat nu erg in het nieuws is, zijn de bouwwerkzaamheden rondom de kerncentrale van Zaporizhia. Wat zijn de Russen, denkt u, van plan? Nou, volgens mij moeten we scheiden tussen wat ik kan zien, die operatie op de grond en de opmars, en wat we horen. Je ziet dat er echt wel een informatieoorlog aan de gang is om de tegenstander het gebruik van wapens die we tot nu toe niet kennen, om dat in de schoenen te schuiven van een tegenstander. En misschien ook wel te verhinderen dat ze worden gebruikt. Dus de hele polemiek over het opblazen van een dam of niet door Russen of Oekraïne, nu weer de werkzaamheden bij de kerncentrale. Je ziet dat beide partijen mikken op het bespelen van de opinie en erbij niet ervoor terugdeinzen om te dreigen met dit soort wapens. Maar ik vind dat meer informatieoorlog dan dat het daadwerkelijk een dreiging is. Ik zie die inzet ook van het vernielen van de dam op korte termijn niet zo gebeuren. Ja, dat verhaal van die vuile bom, moeten we die onder diezelfde kop, onder hetzelfde kopje scharen? Ja, onder hetzelfde kopje. Dat is een middel die je in principe niet wil inzetten, omdat je toch een enorme schade hebt. Met name de radioactieve fallout, zoals ze dat noemen, kan enorme consequenties hebben, ook op lange termijn. Dus de inzetbaarheid van die wapens is eigenlijk omgekeerd evenredig met de mate waarin we erover praten. Wat we nu wel zien is dat er met die nieuwe bevelhebber aan de Russische kant, dat er heel veel focus is op de civiele infrastructuur van de Oekraïners. Zorgen dat er geen elektriciteit is, zorgen dat er geen verwarming is. Is dat echt een beetje die tactiek van de verschroeide aarde? Nou, het is meer een tactiek van het proberen uit te spelen dat het Westen niet meer Oekraïne blijft steunen zoals het nu doet. Poetin heeft onderkend dat de grootste zwakheid van Oekraïne niet de kwaliteit van het leger is, maar de steun die ze moeten hebben van het Westen. Zowel om de economie draaiend te houden, als ook de wapens inzetbaar te houden. En hij probeert nu heel bewust vluchtelingenstromen op gang te brengen vanuit Oekraïne naar het Westen. Hij weet dat wij daar slecht in zijn in Europa om daarmee te handelen. En hij probeert daarmee de eenheid van het Westen uit elkaar te spelen. Dat is zijn doel. Ja, er was vanochtend ook een verhaal van een Russische diplomaat die zegt, het maakt Poetin niet uit of er 10 miljoen of 20 miljoen Russen omkomen. Hij moet en zal zijn overwinning hebben. Dat zijn wel vervelende gedachten, vervelende scenario's, hè, als je daar zo over nadenkt. En je ziet dat hij echt op de tijd speelt. Hè. Voor de winter gaat hij niet meer winnen, blijft hij in het defensief. Waarschijnlijk verliest hij Gerson ook nog, maar hij probeert alles op tijd te spelen om te zorgen dat na de eerste winter die nu volgt, een komende winter volgt. En dan de wapens van energie te benutten en het Westen nog meer uit te gaan spelen. De vraag is of Poetin die tijd überhaupt krijgt om die oorlog zo lang te voeren. Want de druk en de effecten van de sancties nemen natuurlijk alleen maar toe. En de druk van binnenuit de Poetin zal ook toenemen als het aantal slachtoffers van deze oorlog stijgt, ook aan Russische kant. Ja, de oorlogen worden natuurlijk gewonnen in de fabrieken. Hè? Hoe snel kun je al je voorraden opnieuw aanvullen? Oekraïne wordt geholpen vanuit het Westen. En de Russen hebben hier en daar wat hulp. Drones uit Iran, waarschijnlijk Noord-Korea. We weten het allemaal niet zeker. Ja. Misschien clandestien uit China, alhoewel die Chinezen heel voorzichtig zijn. Daar wordt het uiteindelijk natuurlijk ook beslist. Hè? Ja, Poetin is eigenlijk van een militaire speciale operatie aan het omschakelen naar een totale oorlog. Hij gebruikt alle middelen die hij heeft om deze oorlog te gaan winnen. En dat betekent dat hij ook omschakelt op oorlogseconomie. Dus hij laat fabrieken in plaats van pannen granaten produceren. En dat doet hij 7 dagen per week,
24 uur per dag. Wij in het Westen kunnen dat niet. We zijn puur afhankelijk van de industrie die dat kan gaan leveren. Dus dat is best wel een probleem om dat vol te houden aan onze kant. Aan de andere kant, als de industrie eenmaal draait bij ons, in de Verenigde Staten en in Europa, dan zijn ze ook in staat om heel snel te produceren. Dus er is wel sprake van een soort wapenwedloop, in dit geval meer een productiewedloop. Maar bepalend zal zijn, hoe kunnen wij met z'n allen niet alleen de Oekraïnse krijgsmacht overeind houden, maar ook de Oekraïnse economie laten draaien. En dat kost heel veel geld per maand. En Poetin hoopt die steun te laten varen bij ons, zodat die Oekraïne uiteindelijk niet meer in staat om deze oorlog te voeren. Ja, afrondend, er is kritiek dat Europa veel toezeg maar uiteindelijk te weinig doet. En Joe Biden, de Amerikaanse president, heeft gezegd dat hij zich zorgen maakt om de midtermverkiezingen, omdat de support binnen de Republikeinse partijen, die mogelijk een van de huizen gaan veroveren, misschien wel allebei, dat daar veel minder sympathie bestaat voor de Oekraïnse zaak. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, je hoort twee verhalen. De Republikeinen die verwijten enerzijds Biden dat hij te weinig doet nu hij Rusland kan verslaan. En aan de andere kant horen we Republikeinen die zeggen dat hij veel te veel doet. Dus de vraag is maar welke Republikein krijgt straks de overheid, mits überhaupt de Republikeinen een van de twee huizen voor zichzelf winnen. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, the jury is still out there. Marten Kruijf, voormalig bevelhebber der landstrijdkrachten. Bedankt voor de commentaar.